kan toch niet? Hoi lieve hondenfamilie, welkom weer bij een nieuwe Leuk of Meuk. Het is weer vrijdag, dus dat betekent dat we vandaag weer iets heel bijzonders gaan testen en gaan kijken of het een leuk of een meuk waard is. Vandaag heb ik iets wat niet heel vaak is aangevraagd, maar wat al een hele tijd in dat euroschap ligt bij elke speelgoedwinkel waar ik toch wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Het is de Wacky Wally en de naam geeft al aan dat het misschien wellicht wack kan zijn, ik weet het niet. Dit is een soort van kwal of een octopusje die je zeg maar op glas gooit, dus op een raam of op een spiegel en die dan vanzelf naar beneden kruipt. Heel erg interessant. Hij was 2 euro bij de Marskramer, maar ik heb hem eigenlijk wel bij elk soort speelgoedwinkel wel gezien in zo'n soort van eurovak. Zo'n vak waar zeg maar allemaal dingen in liggen die je nooit zou kopen omdat je denkt dat het nutteloos is, maar waar je altijd wel nieuwsgierig naar bent geweest. En ditzelfde had ik dus met de Wacky Wally. Maar voordat ik ga beginnen, geef deze video natuurlijk alvast een hele dikke leuk. Dat doe je door op het duimpje omhoog hier beneden te klikken. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal om bij de onderfamilie te horen. Ik zit al bijna bij de 200.000 abonnees. Het scheelt niet veel. En ik vind dat echt, ik had het nooit verwacht. Echt super, super vet. Dus wil je een onderbroertje of een onderzusje of een onderbroertje baby worden, abonneer dan gewoon lekker op mijn kanaal en dan mis je natuurlijk lekker helemaal niks. Dus we gaan nu natuurlijk eerst even kijken hoe Wacky Wally het gaat doen. We gaan hem openmaken. Ik ga even de gebruiksaanwijzing lezen, wat gelukkig waarschijnlijk niet zo ontzettend ingewikkeld gaat worden. En dan gaan we maar eens kijken of dit een leuk of een meuk waard is. Let's go! Go! Leuk of meuk? Als eerst is dit de gebruiksaanwijzing. Het is niet heel erg interessant, maar er staat op: gooi Wacky Wally tegen het raam of een spiegel. Hij kruipt vanzelf naar beneden. Wanneer hij het niet meer goed blijft plakken, was hem dan met water en zeep. Gebruik het blisterdoosje om uitdroging te voorkomen. Ik denk dat ze dit daarmee bedoelen. Maar ja, zo ziet hij eruit. We gaan hem maar eens openmaken en eens even kijken hoe hij eruit ziet en hoe hij voelt. Oh. Oké, er zit dus inderdaad een doosje in. Dit moet je dus bewaren, zodat je hem daar weer in kunt opbergen, zodat hij niet uitdroogt. Oeh, hij is wel echt onwijs, onwijs plakkerig. En hij is dus ook hol. Ik had eigenlijk verwacht dat hij helemaal dicht zou zijn of zo, maar wat een klein dingetje. En die... Oh, wat irritant, die pootjes blijven aan elkaar plakken ook. Ik kan het niet laten om dit op mijn neus te doen. Kan toch niet? Dat vind ik wel een hele mooie voor een thumbnail trouwens. Oh, ik kan eigenlijk helemaal niet meer normaal praten ook. Nou, ik merk nu wel al dat hij echt super veel vel aantrekt. Oh my god, hij heeft... Oh wow, hij heeft gewoon een gezichtje. Oh, dit is echt heel schattig. Ik had het helemaal niet gezien. Ik dacht, oh, dat is gewoon een kop met wat armpjes. Maar hij heeft gewoon een super cute gezichtje. Het is sowieso al wel leuk om gewoon zo er al een beetje mee te gaan spelen. Want ja, hij is lekker flubberig en wubbelig. Maar ja, hij klont wel heel erg snel aan elkaar omdat hij zo plakkerig is. En er komt heel snel vuil op. Maar ja, we gaan nu maar gewoon eens even in huis op zoek naar een spiegel of een geschikt raam waar we kunnen filmen. En waarop we de Wacky Wally op gaan gooien. En dan hoop ik inderdaad dat hij leuk naar beneden kruipt. Ik ga maar eens even verplaatsen. Nou, welkom. We zijn weer een keertje in de woonkamer. Mijn woonkamer en mijn slaapkamer worden gescheiden door een muur met ramen. Dus het lijkt mij een prima plek om de Wacky Wally uit te gaan proberen. En ik ga hem er maar eens opgooien. Oké, nou dat was niet echt een succes. Ja... Oh nee, hij ligt onder de bank. Gevonden. Nou, ik heb hem onder de bank vandaag gevist. Maar hij ziet er nu wel heel lekker vies uit nu. Misschien moet ik de pootjes een beetje uit elkaar halen voordat ik hem gooi. Zodat hij goed op het raam terecht komt. En dan kan kruipen, ik weet het niet. Maar ik ga het nog een keer proberen. Nou, sorry hoor, nou weet ik het ook niet meer. Nou, tot nu toe nog niet echt een succes, maar ik heb hem eventjes gewassen, want misschien was hij al te vies voordat we hem gingen gebruiken, ik weet het niet. Dus ik heb hem gewassen met zeep en water en hij is nu weer lekker plakkerig. Dus ik ga het gewoon weer even proberen, misschien op deze muur, eens even kijken hoe dat werkt. Nou jongens, dit is hem dan. Dit is Wally en
Ik heb hem op de muur gegooid. Hij heeft 1 beweging gemaakt en sindsdien hangt hij zo eigenlijk. Hij heeft er zo te merken vrij weinig zin in vandaag. Ik heb een beetje blaas of zo. Er zit gewoon echt totaal geen beweging in. Ik heb hem erop gegooid en hij is daar gewoon blijven hangen van hey, laat mij even lekker vakantie hebben of zo. Ja, hij heeft er gewoon echt totaal geen zin in. Dus we gaan het maar weer gewoon op een raam of op een spiegel proberen. Misschien is die muur gewoon niet zo geschikt. Dus Wally, sorry, ik ga je storen. Kom alsjeblieft van die muur. Jongens, ik geef niet op. Ik ga het nog een keertje op die muur proberen. En dan weet ik het ook niet meer hoor. Misschien moet ik het op de koelkast proberen. Misschien moet ik nog op de spiegel proberen. Ik ga gewoon van alles proberen. Wally, alsjeblieft, word geen meuk. Oké, daar ga je. Ja? Ja? Oh, kijk dan, hij doet het. Jee, hij doet het. Oh. Ik ga het nu nog een keer proberen even kijken of ik er een close-up kan maken. Want hij ging heel lief zo. Het was niet echt dat hij naar beneden kroop. Het was gewoon een soort van rollen meer. Maar het was wel grappig. Nou, op een gegeven moment begint de wacky Wally een beetje te vervelen. Dus wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk overal tegenaan gooien. Natuurlijk tegen de tv, de intercom, je bureaustoel, je Furby, tegen jezelf, nog een keer tegen jezelf, tegen de prullenbak, je huisdier en je gitaar. En wat dachten jullie van een paar mooie slow-mo beeldjes? Komt-ie. Ja jongens en meisjes, we zijn weer terug met de Wacky Wally. We hebben er zo'n beetje alles mee gedaan om erachter te kunnen komen of die werkt. Of natuurlijk een leuk of een meuk is. Ja, ik vind het een beetje lastig om te zeggen of die nou echt heeft gewerkt. Want op het begin was het echt zo van, oké, ik gooi hem ergens tegenaan. En hij viel er of helemaal vanaf of hij bleef gewoon compleet plakken. Dus echt goed werkte die op het begin niet helemaal goed. En als dat ding dan werkte, dan... Ja, rolde die gewoon een soort van naar beneden. En dan had je ook niet zoiets van, wauw, hier beleef ik onwijs veel lol aan. Aan de ene kant werkt die wel, maar ook weer niet altijd. Dus of het echt goed werkt, denk ik niet. En of je er echt plezier aan beleeft. Ik heb het niet echt ondervonden. Wacht, ik doe hem hier gewoon nog even 1 keer op het raam. Wat gebeurt er? Nou, hij blijft nu ook gewoon plakken. En hij rolt gewoon een klein beetje naar beneden. Ik had eigenlijk verwacht dat hij een beetje zo met die pootjes zo heen en weer zou gaan. En dat is op zich wel grappig, zeker voor kleine kinderen. Om je even te vermaken, om het even uit te proberen. Maar het is niet dat je denkt, wauw. Maar inderdaad, het is niet zoiets van, wauw, ik heb hier echt iets in mijn handen. Waar ik echt onwijs veel plezier aan heb beleefd. Nee, niet echt. Ik had eigenlijk ook een soort van verwacht dat er iets met die pootjes zou gaan gebeuren. Dus dat die pootjes een soort van naar achter zouden slaan. Dat hij op die manier... naar beneden zou gaan kruipen, zoiets. Misschien heb ik er dan te veel van verwacht of is dat een rare gedachte. Maar dat dacht ik, omdat hij pootjes heeft. Want het rolt echt op. Dus die pootjes die plakken aan elkaar, het wordt 1 klompje. Dan hadden ze er net zo goed gewoon een rubber rond ding van kunnen maken. Want het rolt gewoon zo naar beneden en die pootjes, ja. Ik dacht, leuk. Hij kruipt echt naar beneden en die pootjes, het gaat er leuk uitzien. Maar nee, dat is het ook niet. Het lijkt ook veel leuker dan dat het in werkelijkheid is. Er zit dan ook gewoon niks anders op dan de Wacky Wally een meuk te geven. Hij doet het, maar hij doet het niet onwijs goed. Hij klompt aan elkaar. Het is niet eens meer te zien dat het een octopus of een
nou ja, wat is het? Dat het iets is. Ik had er gewoon meer van verwacht. En ook als het 2 euro, ik geef het gewoon een meuk. Het is je geld eigenlijk gewoon niet waard. Je bent er eigenlijk al snel klaar mee. Laat mij onderin de reacties weten wat jullie ervan vinden. Want misschien hebben jullie een heel andere mening erover. Vinden jullie dit helemaal top en geweldig en leuk? Dat kan. Laat het me weten in de reactie. En zet er ook in wat ik de volgende keer weer moet gaan testen. Want als iets heel erg veel wordt aangevraagd, dan heb je groot kans dat ik dat in de toekomst voor jullie ga doen. Geef mijn video een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken. Lieve onderfamilie en tot aankomende zondag met een hele nieuwe weekvlog. Heel veel knuffels en kusjes voor jullie allemaal, lieve onderfamilie. Ik hou van jullie en toedeledokie. Doei!